Hallo en welkom bij deze Urban Sketch Technieken tutorial. En ik heb een prachtig plaatje gevonden van een trap. Dus dat is zeg maar zo'n tuin tegen een helling op. En ik ga eigenlijk uit van één centraal punt. Dat is in dit geval de voet van de boom die bovenaan de trap staat. En dan heb ik tenminste een uitgangspunt om te beginnen, zeg maar, met het opzetten van de schets. En waar ik mee schets, dat is een vulpen. En die is gevuld met Parker inkt. En die inkt is oplosbaar in water. Dus zodra ik de hele schets klaar zal hebben en tevreden ben met de lijnen die ik gezet heb, dan ga ik dus ook demonstreren wat er gebeurt op het moment dat ik hier water in aanbreng. Hierboven zie je de allerbovenste lijn, een soort van de skyline van deze park. Dit park aangezicht, zullen we maar zeggen. En ik zie een klein randje, een soort hekje en een muurtje helemaal bovenaan. En daarbovenaan is het verste weg. Er staan nog meer bomen helemaal bovenaan, maar ik besluit om deze weg te laten. Want je hoeft natuurlijk niet alles te tekenen als je een vlotte urban sketch maakt. Op onze tekenclub kun je ook gratis webinars meedoen, mocht je dat leuk vinden. Dus hou tekenclub.nl in de gaten. Ondertussen ben ik de beplanting dus aan het inzetten, links en rechts naast de boom. En dan dus onderaan de voet van die boom, zoals ik al zei, begint dan het eerste deel van de trap. Ik zet punten uit, want die traptredes naar beneden toe, die worden natuurlijk steeds groter. Dus hoe dichterbij iets komt, hoe groter het wordt. Ook zie je een soort van plateaus ontstaan. Dus daar hou ik goed rekening mee. En vandaar ook die puntjes, zodat ik weet waar ik ongeveer de traptredes wil gaan tekenen. Je ziet een slingerende beweging in die trap. En dat maakt het natuurlijk ook allemaal erg natuurlijk om te zien. En overdrijven mag. Dus ik maak de onderste treden extra groot. Je ziet nu het grote verschil tussen de hele onderste traptredes. En die zijn allemaal mooi van natuursteen. En helemaal bovenaan, dus bij de voet van de boom, daar worden die traptredes dus steeds kleiner en kleiner en kleiner. Het direct tekenen met een fineliner of een vulpen of noem maar op, is natuurlijk wel vrij definitief. Want als je begint met grafietpotloden, dan kun je nog volop gummen. Maar het heeft toch ook wel iets van een charme, zeg maar. Dat als je een keer een foutje maakt, dat je dan dat foutje blijft zien. Of je weet het een beetje weg te moffelen door er omheen te tekenen. En dat geeft nou juist bij dat urban sketchje dat vrolijke idee. En het hoeft ook niet allemaal helemaal perfect te kloppen. Het gaat erom dat je lekker vlot schetst en je eigen foutjes gewoon voor lief nemen. Dus dat maakt het een heel spontaan geheel. Nou, hier zie ik een stuk. Er liggen ook wat stenen en het is eigenlijk een heel prachtig stukje. Ik denk een aangelegde tuin, maar het oogt heel natuurlijk. Er liggen dikke stenen aan de zijkanten van die trap. En tussen die stenen door, daar groeien allemaal grassoorten. Die grassoorten zijn natuurlijk, het is heel veel. Je gaat niet ieder grasje uitlopen tekenen, want dan ben je uren bezig. Dus wat ik eigenlijk doe, is heel globaal aangeven waar ongeveer die dikke rotsblokken liggen en hoe dan die grasjes daar tussendoor groeien. Dus ik gebruik grillige lijnen voor de dikke stenen die
die daar zijn neergelegd. Heel bewust. Maar het maakt ook gelijk een heel natuurlijk aangezicht. Dus het is een prachtig stukje aangelegde tuin. Net als bij de traptreden is het zo dat de grasjes in de verte dus steeds kleiner en kleiner ogen. Terwijl die grassen helemaal vooraan, die zijn natuurlijk het dichtst bij. En die zijn dus ook veel groter in beeld. Ook die verschillen probeer ik uiteraard te laten zien. En om schaduwen aan te geven, kun je gewoon simpelweg arceren tussen die dikke pluimen van die grassen door. Hier helemaal onderaan worden ook die blokken wat groter om te zien. En die grasjes zie je daar zo'n beetje achter vandaan komen. En je ziet van, oké, het is heus niet helemaal exacte wetenschap wat ik hier loop te tekenen. Het is een hele globale schets van wat ik voor me zie. Dus ik stel me voor dat ik dus in zo'n tuin zit. Ik zit even aan een kopje thee en ik zit daar lekker aan een tafeltje. En ik maak dan zo'n vlot schetsje van wat ik voor mijn neus zie. En dat is dus die prachtige trap. Arceren is altijd een hele leuke techniek. Je krijgt dan ook al precies een idee van waar schaduwen zitten. En waar het juist weer licht is. En je zult ook zien dat ik die arceerlijntjes straks met het waterpenseel prachtig kan gaan gebruiken. Om daar dus donkere schaduwen in te gaan zetten door puur een klein beetje water toe te voegen. Ook die stenen hebben schaduwzijdes. Dus ook die zet ik in door middel van arceren. Op die manier krijg je dus een beetje een 3D-effect van die stenen. En die stenen heb ik helemaal niet helemaal perfect gekopieerd. Als ze er maar liggen. Als ik maar het verschil zie tussen wat grasjes zijn en wat die dikke stenen zijn. En vooral dus die trap. Als je goed kijkt naar die trap, dan zie je dat daar ook weer allemaal natuurstenen in verwerkt zijn. Dus het is dan leuk om die trap ook een klein beetje structuur te geven. Dus ik doe gewoon wat grillige voegen toevoegen. En daardoor krijg je dus ook meteen een mooi traptreden effect. Dan is het tijd voor het penseel. Ik heb een mooi penseel. Dat is de Casa Neo. En die neemt lekker veel water op. En je ziet al meteen dat dus die Parker inkt die ik gebruikt heb, die zit in mijn vulpen, dat ik die prima kan gebruiken voor het inzetten en het dus oplossen van die pigmentjes uit die Parker inkt. En dan kan ik dus een prachtig grijswaardenstudie maken, zullen we maar zeggen. Want je ziet bijvoorbeeld grasjes die wat lichter zijn. Die heb ik min of meer uitgespaard al bij het schetsen. En je ziet dus donkere schaduwen. En die donkere schaduwen hoef ik dus alleen maar aan te tippen met water. Dus met dat vochtige penseel. En dan krijg je dus zo'n prachtig aquarelachtig effect. En die techniek werkt dus heel erg vlot. Ik kies ervoor om niet te veel kleur te gaan gebruiken. Maar ik laat wel even zien hier dat als je bepaalde delen extra donker wilt laten lijken, zoals je hier ziet op de referentiefoto, dat je dan ook prima aquarelverf kan toevoegen, extra. Dus hier beneden aan, die trap zeg maar, daar zitten hele donkere schaduwen. En dan kan ik dus door een klein beetje aquarelverf extra toe te voegen, die donkere schaduwen heel snel neerzetten. En dat geldt ook voor de onderkant van die traptredes. Dus je krijgt nu ook een mooi driedimensionaal effect. Door een heel klein beetje schaduw onder iedere tree te zetten.
hier bij die stenen, daar doe ik ook een klein beetje aquarelverf inzetten. Zodat ook zo'n steen en een grasje, dat daar ook een beetje een driedimensionaal effect komt. En dit is ook een leuke tip. Zodra je verf en je papier zo goed als droog is, dan kun je ook nog met een jelly rolpen extra wit toevoegen. Dus stel je hebt een paar plekjes die toch wat lichter moesten zijn, of je wil wat kleine bloemetjes intekenen, dan kan dat ook. Met zo'n jelly rolpen zit een witte inkt in. En dan kun je dus mooi door die hele donkere delen kun je nog wat extra grasjes intekenen. Of bepaalde gebiedjes wat lichter maken, mocht je dat nodig vinden. Dus je kunt hem ook gebruiken natuurlijk als je een foutje ergens hebt gemaakt. Als correctiestift. Nou, dit is hem. Een leuke studie. Check ook eens tekenclub.nl en ook op mijn Patreon site. Daar kun je live alles terugkijken. Bedankt voor het kijken en tot gauw weer in een volgende tutorial.